Hey Dickie. Yes, hallo. Weer eens jong, hè? Hey, top, dit, dit is heel gek, hè? Nou, wij zijn de stad Middelburg en ik kom naar Vlissingen. Dat gebeurt echt bijna nooit. Dus dat moet wel een hele goede reden voor zijn, hè? Ja. Want, ik ben de Middelburger, hè? Ja, dat ben je zeker, ja. Ben ik zeker. En al mijn passies die neem ik allemaal mee naar Vlissingen. Maar ja, omdat dit, ja, dit kwam op een pad. Ja. Dit kwam op een pad. En dit, dan hebben we het over nou ja, het restaurant bij het station van Vlissingen. Ja, de stationrestauratie, ja. De oude stationrestauratie van Vlissingen. Ja, precies. En daar ga jij nu een zaak beginnen. Ga ik nou, heb je al een naam? Havendorp. Oh ja, Havendorp. Dat had ik al lang kunnen weten. Ja. Hey, maar zullen we naar binnen, want dan hebben we geen Vlissingse wind in de microfoon. Kom binnen. Hey, wat Dikke, jij bent inderdaad een Middelburger. Ja. Hoe lang woon je daar al? Al sinds 96. Ja, en wat je zei daarnet ook nog, en, ik wist dat je muzikant was, maar jij speelde vroeger in Earthquake Rudy. Earthquake Rudy, Boas Black and the Soul Patrol, Rose Motion, allemaal Middelburgse dingen. Ja. En je zei nog iets, en dan hebben we genoeg smoesjes. Je staat ook bij de Smack van de Wereld. De Smack van de Wereld, ja. Dat grote evenement bij de Oostkerk eind van de maand, daar sta jij ook. Ja. Met hapjes. Dat ik hier ga presenteren. Dus ja, want dat is een. Kijk, je ziet nog een beetje de restanten van een maritiem. Een beetje maritiem thema hier zo. Het is, weet je hoe oud het gebouw is? Of dit, Dat durf ik niet te zeggen. Hè? Ik weet wel dat die klok daar is een monumentaal klok. Die mag ook niet weg, zeker. Nee, daar staat ook de logo van Zeeland op. Ja. En ik ga het helemaal omtoveren naar mijn smaak, zeg ik dan. Ja, en wat hebben we dan voor smaak? Hebben we dan een Molukse keuken, een Indische keuken, hoe noemen we dat? Een Molukse keuken. Echt specifiek? Specifiek Molukse keuken, wat ik vroeger van mijn ouders geleerd heb. Met familiegerechten, recepten, dat ga ik presenteren aan jullie. Ja. En dat doe je met een heel team of doe je dat vooral? Doe ik samen met een team en ook familie. Ook mijn zusters die ook in de keuken gaan staan en dan gaan we mooie gerechten presenteren. Het wordt ook nog gezellig in de keuken, heel veel familie erin. Ja. En je bent nu aan het verbouwen, je gaat 19 november wil je open gaan. Ja, dat, dat is nou 3 weken ongeveer. Ja. En moet er nog veel gebeuren? Ja, we gaan nu, het grootste gedeelte is gedaan en nu wordt de restyling gedaan, dus alles wordt in kleur gezet. Ja, en ik zag al dat je werkt onder andere met Gebroeders Kat, die staat hier te schilderen, Middelburgers. Ja. En Kees Moerland weer. Kees Moerland, die heeft hier een mooie traptreden gemaakt. Ja, dus, dat is keurig, hè? Er is een plafond erin gezet onder de bar, dus zo zijn we bezig. Maar de indeling die we nu zien, dus met de bar hier, en dat blijft in principe zo. Ja. Dit is al de ruwe constructie die zo eruit kan zien. Ja. Zo blijft het. Het is hartstikke ruim. En hoeveel zitplekken krijg je ongeveer? Plus minus 70. Nou, dat is best veel. Ja. Nou, ja. En buiten nog een terras natuurlijk. Ja, precies. Daar kunnen er ook nog best wel wat op in de zomermaanden. Ja. En je zit natuurlijk vlak bij de boot en bij... De trein. De trein, ja. Ja. Dus we gaan zo verder naar de keuken. Het hart. Van de restaurant, zeg ik dan. Kijk. Kijk, je zit er alleen in de kassen te graaien. Zit er nog wat in? Dit is het keuken. Het is echt een hele grote keuken. Ja. Daar het doorgeefluik. Ja, kijk. En je hebt zelfs nog een Dikkies Havendorp. Dikkies Havendorp. Is dat ook echt de volledige naam? Havendorp alleen. Ja, Havendorp. Dit is, maar dit is jouw schort. Ja, dat is mijn schort. Die heb pas gekregen. Ah, dat is mooi, man. Ja. Hey, maar het is echt een grote keuken. Ja, ja. Een professionele keuken. Is ook alle de spullen die er staan, zijn die allemaal gewoon nog goed te gebruiken? Ja, alles wat hier staat is ook van mij. Die heb ik zo overgenomen. Super grote afzuigkap ook. Ja. We hebben anderhalve week hebben we nodig gehad om het helemaal schoon te maken. Ja. Dat was hard nodig, maar... Ja. Hoe lang was het al dicht? Nee, per 1 november... even kijken, tot met 31 september waren ze open en 1 november was het voor mij. Ja, precies. Ja. Nee, dus dat, eigenlijk zit er maar anderhalve maand tussen. Ja, klopt. Kijk, en dit is de volledige spoelkeuken. Oh ja, die is ook ja. Groot, hè? Ja. Spoelkeuken. Heb je ook een afwashulp? Ja, ook dat hebben wij. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Een stukje magazijn, we hebben hier een hele... Ook een flink magazijn. Flink magazijn, kijk. Dat loopt helemaal door. En als je ziet... Dus je hebt eigenlijk ook gewoon ook de voorraden die er nog waren, heb je ook gewoon overgenomen. Overgenomen, kijk, dit is allemaal hier... Oh, die zijn ook wel handig, hè? Maar ja. Grote pannen. Ja. Heb je alles hier wat je nodig hebt? Of zijn er ook nog dingen? Want de Molukse keuken, heb je dan nog speciale dingen alles nodig? Alles staat hier. Want een pan is een pan, hè? Een pan is een pan.
Alleen de ingrediënten. Daar, daar gaat het wel. Daar is de kunst. Ja, 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 ja. Ik heb hier een stukje kantoor. Als het goed is, ja, is mijn bedrijfsleider, die is nou druk bezig. Dag bedrijfsleider. Dat is Jan de Noot. Ja, ga jij een beetje de zakelijke kant doen of sta je ook echt aan de voorkant? Of, voorkant ook. Ja. Ja. En was jij hier al bij betrokken of is dit voor jou ook allemaal nieuw? Nee, dit is allemaal nieuw hoor. Dikke heeft mij hiervoor gevraagd dus, om hem te assisteren. Nou, dat is mooi. Dus, en spannend ook wel, of niet? Dat is zeker spannend, maar gaat wel goed komen. Ja, ja, dat denk ik ook als ik het allemaal zo hoor. Succes. Kijk, en dan, en hier aan de achteruitgang. Kijk, ik kan ook naar de station. Oh, dan loop je gelijk het perron op hier zo. Als je hier loopt. Maar dit kan je natuurlijk niet als entree gebruiken voor je klanten. Nee, maar hier komt wel een terras. Oh, in deze hoek? Ja, ik heb met de NS heb ik daar ook al afspraken over. Ik mag dat indienen en het is nog nooit gebeurd op een NS-perron om een terras te plaatsen. Nou, ik zal een van de eerste zijn. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ja, toch? Ja. Dan zien de mensen ook goed dat je er zit. Ja, ja, super. Ja. En als je heel goed kijkt, zie je daar in de verte, dan zie je natuurlijk toch gewoon de Lange Jan. Oh, nee. De Lange Jan, ja. Maar we zien hier wel de trein naar Middelburg. De trein naar Middelburg, hè. Ja. Nou ja, het is natuurlijk, het is 6 kilometer, het is wel... Ja, het is fantastisch. Kijk, hier staat dan ook weer gewoon een muziekkist met je naam erop. Ja, kijk, dat vind ik ook wel weer grappig, hè? Het is muziek, hè, zeg ik dan. Ga je hier ook jammen of zo? Ja, er wordt ook muziek gemaakt. Ja, ga je af en toe muziek doen, ja? Nou, niet af en toe. Het is ook eens, ik probeer hier ook een muziekpodium van te maken. Ja, dat is ook wel buitengewoon. Ja, ja, kijk, dat is mijn oorsprong natuurlijk. Passie, twee passies. Koken en muziek maken. En muziek. Nou, dat is prachtig. Kijk, we lopen even door naar boven. Zeg ik dan. Er staan al twee planten klaar hier zo. Dat is op het kantoor. Ja, dat is kantoorruimte. Dit is mijn crisiscentrum. Je ziet het hier zo. Dit is vanuit hier. Ja, je bent de directeur, hè? Dus ja. Je hebt eigenlijk een kamer nodig. Ja, kijk, en jouw emmeren gitaar. Inderdaad. Emmeren gitaar, muziek, ja, dat zie je. En drank, hè, zeg ik dan. Hè. Ja, ja. Niet belangrijk. Klein ginnetje op z'n tijd. Ja. En leuk man. Dus dit is. De crisiscentrum eigenlijk. Maar nu is het even kort samengevat. Je wilt 19 november open. Ja. Molukse keuken. Molukse keuken. Ga je het dan maar redden? Komt dat ik goed? Ik ga het dan maar redden. Alles loopt via volgens plan. Kijk, ik heb een hele planning gemaakt. Kees opbouwen, ontvetten. Ja. Dus, proefkoken, ook heel belangrijk. Ja. En hebben we prioriteitenlijst daar zo aan die kant. En dat, zo gaan we te werk. En heb je ook nog een openingsfeest of zo? Waar, dat is de 19 november. Dat is op die dag zelf? Ja. En dan is iedereen gewoon van harte welkom? Of is dat voor genodigden? Genodigden, en we zijn ermee bezig om dat in te vullen, dus dat krijg je. Maar als jij gaat uitnodigen, dan komen er waarschijnlijk nog een paar onder. Ja. Ja, als je ziet dat ik toch wel van uit een grote familie kom, dus, maar... Ja, en daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar... Eén ding is ook nog wel bijzonder. Je hebt dit hele restaurant gefinancierd met behulp van crowdfunding. Ja, ja, binnen 7 dagen. En ik zag het voorbij komen in de krant en op Facebook. Je was de koning van de crowdfunding. Ja. Want, hoeveel heb je opgehaald? Ja, ik heb 80.000 euro binnen 7 dagen binnengehaald. Dat is echt snel, hè? Ja, binnen 7 dagen. En betiteld als crowdfunding project van de maand. Oké. Okay. Dan kan je dat vinden. En benoemd tot kampioen netwerker. Nou, dat is hartstikke mooi, man. Ja, ja. Ja, maar je moet natuurlijk, en dat is zo werkt dat met crowdfunding, degene die investeren, die moet je uiteindelijk natuurlijk terugbetalen met een bepaalde bepaalde beloning. Dus het is wel zaak dat iedereen komt eten, zodat je dat ook kan fixen. Ja, uiteindelijk moet het ook nog een keer terugverdiend worden. Nou, Dick, ik wens je veel succes. We zien je ook sowieso eind van de maand alweer in Middelburg, bij de Oostkerk. Ik wil nog één ding laten zien. Check. Dat is mijn nieuwe logo. Oh, die heb je ook? Ja, dat is ontworpen door Ilse van Klei. Die naam komt me wel bekend voor. Maar... Ja, die komt uit Rotterdam. Ja, dat komt me bekend voor. Ja, maar... Het is een top ontwerpster. Ivo Kleppen, die is master. Dat is mijn, eigenlijk de man van de marketinggedeelte. Die behartigt heel mijn marketing. Online en online, alles. Website. Ja, ja. Dus, en ook, ik heb een hele team. Ik zie Havendorp al regelmatig voorbij komen op Facebook, dus dat gaat goed. Hè? Ja. Nou. En er komt ook een grote naam op de opening. Ja, en dat ga ik nog niet verklappen. Maar dat komt wel. Maar dat krijgen jullie wel te horen. Nou, super. Hey, dankjewel voor je tijd en heel veel succes hier. En kom zeker een keer. Dat is goed. Hey. Oké. Okay.